Zo'n 10 maanden nadat het enige Chinese restaurant in Zoeterwoude haar deuren sloot, komen ondernemers Peter en Sandra Kaagman van Café Landzicht met een alternatief. Ja, dat klopt. We gaan de Indonesische keuken lanceren. Wat ga je allemaal maken? Indonesische gerechten. Een lekkere nasi ramas, een ayam paniki, een smoorvlees, noem het maar op. Een paar gerechten. Dus we beginnen heel simpel met 3 vleesgerechten en 3 groentegerechten waar mensen uit kunnen kiezen. Wat bijproducten zoals een talorij, een spekkoek, dat soort dingetjes. En dan hopen we dat in de toekomst te kunnen uitbreiden. Maar het ligt er maar net aan hoe dat gaat lopen of Zoeterwoude daarop zit te wachten. En wat betekent dat nou voor Landzicht? Gaat de snackbar weg en gaat het café dicht of ga je het erbij doen? Nee, dit is er puur bij. Nee hoor, Landzicht is Landzicht en Landzicht moet ook echt Landzicht blijven. Dus je moet hier gewoon lekker een biertje kunnen drinken. Maar je kan hier ook hartstikke gezellig komen om te eten. En wordt het nou ook echt een alternatief voor de Chinees? Gaan jullie ook babi pandang en Fuyong Hive kopen? Nee, dat gaan we niet doen. Dit wordt echt de Indonesische keuken. En Indonesisch is echt wel heel iets anders dan een Chinees. Het is pittiger, het is gekruider. Ik zelf vind, en niet omdat we het gaan maken en gaan verkopen, maar ik vind de Indonesische keuken lekkerder dan de Chinees. Op foodticket is het te bestellen, dus dan wordt het bij je thuis bezorgd. Maar je kan het ook hier komen eten. We gaan bijvoorbeeld op woensdag en donderdag het All You Can Eat programma doen. Dus dan kunnen ze voor €20 Indisch komen eten zoveel als ze willen. Maar, dat zit er maar aan, ze moeten wel in het weekend gereserveerd hebben. Want de Indische keuken is niet iets wat je zomaar even doet. Dat heeft echt dagen nodig om te pruttelen, om te koken, om goed in te kunnen trekken. Dus je kan niet zomaar op maandag bellen van woensdag kom ik met 20 man. Dat werkt dus in de Indische keuken niet.